eerst een lijst met buitenlandse contacten. Om die te kunnen bellen, heb ik landnummers nodig. Van internet heb ik landcodes geplukt. Om die landnummers op te zoeken, kost veel tijd en moeite. Daar heeft Excel iets op gevonden. Verticaal zoeken. Vanuit de cel waar je de gegevens hebben wilt, hier klikken. Dit is een lijst met functies. Met het intypen van V van verticaal zoeken, vind ik het snel. Dubbelklikken. Dit invulscherm verschijnt. Vraag jezelf af, wat is hetzelfde in de zoektabel? De landen zijn hetzelfde. Zoekwaarde invullen. Dit is de waarde die je wilt opzoeken. Dat zijn dus de landen die je aanklikt terwijl je in de zoekwaarde staat. Tabelmatrix invullen. De afmetingen van de tabel waarin je zoekt. De tabel selecteren. Let erop, de eerste kolom van de selectie moet de zoekwaarde hebben. Let ook op, de kolom met de info moet na de eerste kolom staan, niet ervoor. In een andere instructievideo laat ik een alternatief zien waarbij dit niet uitmaakt. Dit nu selecteren en druk op F4. Er worden dollartekens voorgezet. Zonder dollartekens gaat het niet altijd goed. Een foutmelding bij Holland Islands. Als ik dit ga kopiëren en hier plak, dan zie je in welk gebied Excel zoekt en dat Holland Islands erbuiten ligt. Terug naar de oorspronkelijke tabel. Als ik de cellen bekijk, valt op dat het 1 cijfertje verspringt. Van 1, 238, naar 12, 249. Door dollartekens gebeurt dit niet. Kolomindexgetal invullen. Dat is de kolomnummer van de zoektabel. De kolommen tellen. Let op. Tel niet vanaf de eerste kolom van het werkblad, maar vanaf de eerste kolom van de tabelmatrix. Het is dus 5. Benaderen. 0 of 1 invullen. Ik vul 1 in. De cel naar beneden slepen. Geen foutmeldingen, maar de cijfers kloppen niet. Met keuze 1 moeten de oorspronkelijke en de opzoekkolom in gelijke volgorde staan. Daarom plak ik het. Nu zijn er wel foutmeldingen. Dat komt omdat er aan nog een voorwaarde voldaan moet worden. Als ik opnieuw de tabelmatrix maak, doe ik dat van de eerste 3 landen. Ieder land mag namelijk maar 1 keer voorkomen. Daarom adviseer ik 0. Let met 0 wel op, de inhoud van de cellen moeten exact overeenkomen. Om te zien of dit zo is, doe je het volgende. In een lege cel typ je is. Terwijl je nog in de cel staat, kies 1 van de cellen die je wilt vergelijken. Typ daarna weer is. En kies de andere cel. Druk dan op Enter. Het resultaat is onwaar. De cellen zijn niet gelijk aan elkaar. Als ik de cel in Word plak en de verborgen opmaaksymbolen zichtbaar maak, zie je dat er een bolletje voor staat. Dat is een soort spatie, een vaste spatie. Dit is een gewone spatie, een stip. Vaste spaties krijg je vaak als je van internet plakt. Om deze spaties weg te halen, kopieer je het en met Ctrl-H
plak je het in de bovenste optie. Vervangen door niets. En nu staat er waar. In het onderste hoekje dubbelklikken en de formule is helemaal doorgevoerd. Zo doe je dat.